volgende patroontje dat we gaan maken is de looping emerger. Is een emerger patroon om het imiteren van insecten die uitkomen in de waterfilm, om die dus na te bootsen. Wordt gemaakt in hakmaat 10 tot en met 18. In de vijf momenteel zit er een dikke competition emerger haak op hakmaat 12. De bindraad die we nu gaan gebruiken is bruin. We gaan de draad opzetten. De rest gaan we afknippen. We nemen ons tinsel. Dat mag zowel een zilver als een goud zijn. Ik gebruik hier de Unimillar. Tinsel die zowel tweekleurig is, aan de ene kant één zijde is de zilver, de andere kant is een goud. Kunt je dus zelf kiezen welke riem dat gebruikt. Je bindt hem gewoon in en daarna trek je dus gewoon op lengte. We nemen tinsel mee naar beneden tot in de houtbocht. Nu gaan we de body maken. Dat gaan we doen met hersenerdubbing. De meest voornamelijke tinten worden gemaakt in de tinten van olijf, bruin, eventueel ook geel en zeker ook in het zwart. Probeer de dubbing ook zo dun als mogelijk op uw draad te zetten. Hoe fijner dat je uw dubbing op uw draad zet, hoe fijner dat je uw body kunt maken. Want het is de bedoeling dus dat die body dat die door de waterfilm zakt. Dus heel fijntjes opzetten. Ik gebruik hier nu voor de imitatie van de Blue Dun of de Large Dark Olive. Dus een olijfkleurig lichaamje. Dus dan gaan we nu de body vormen. Probeer dat ook een beetje taps te doen. Dus we gaan gewoon van dun naar iedere keer iets wat dikker. Dus dubbing ook. Je kunt er altijd een beetje bij opzetten. Het lichaam dat gaan we dus maken, dus tot daar waar dat een haakpunt is. Dus het einde van uw body komt overeen met uw haakpunt. Dan gaan we nu onze ribbing terug naar boven brengen. Dat doen we in open slagen. Dat wil dus zeggen dat we ons lagen niet naast elkaar leggen, maar dat we iedere keer een opening laten. Dat is uw eerste. Nog een andere tip dat ik u kan meegeven, uw ribbing ook, die legt je in de andere, of die wikkelt je andersom als dat je uw body gewikkeld hebt. Dat wil dus zeggen, als je met uw body te dubben, als je uw bobijn of uw draad van je weg draait, dus dat je zo wikkelt, dan is het de bedoeling dat je uw ribbing ook andersom wikkelt. Dat maakt uw vlieger een pak steviger. En dan zal ze veel langer meegaan. Dan knippen we de ribbing af. Ik ben nog een beetje hangen van het opzetten van de ribbing. Dan gaan we onze vleugel inbinden. Dus op haakmaat 12 bestaat dan uit de 3 CDC veren. Dus ik heb hier nu de light of medium dun. Kan hiervoor gebruikt worden voor de imitatie van de Blue Dun die uitkomt. Dat kan eventueel ook in de naturelle kleur gedaan worden, in het beige. De bedoeling is, dus op haakmaat 12 neem ik er 3, op 14 ook, op 16 en 18 neem ik dus maar 2 CDC veren. We gaan die gewoon met de punt op elkaar leggen.
Dus dat de punten gelijk zijn. En er ook voor zorgen dat uw drie veren in dezelfde richting liggen. Wat wil dat zeggen? Dus dat ze alle drie met bijvoorbeeld de holle zijn daarboven of met de bolle zijn daarboven liggen. We gaan die nu inbinden daar waar onze draad ligt. We nemen dus al de veren vast. En dus ik strijk die veren dus gewoon een beetje naar voren. En we gaan die bovenop inbinden. En we komen stilletjes aan naar voren als je die opbindt. Nu, waar moet je op letten? Dat is dat je veren mooi bovenaan liggen en dat ze plat liggen. Dus de bedoeling is dat ze zo plat liggen. Dus zodanig als we deze bit naar voren gaan brengen, dat we gewoon een brede loop hebben, waar dat heel die vlieg op drijft. Dus ligt dat vast, dan gaan we nog een beetje verder naar van voren. Dan gaan we de rest afknippen. Dan gaan we terug tot aan uw vleugel. Dan nemen we terug een beetje dubbing. Dat kan eventueel ook iets donkerder van kleur zijn. Dat mag. Hoeft niet. En dan gaan we hier een beetje dubbing opzetten. En dan gaan we onze vleugel vormen. Dus hoe gaan we dat doen? We nemen dus de drie veren bij elkaar. En we gaan die dus gewoon naar boven. Naar voren brengen, zodanig. Dus ik ga het direct laten zien. Dus dat je een loop krijgt. Dus dat is hetgeen dat je moet verkrijgen. Dus dat is die loop hier. Dus daarom moet je ook dat ze het patroon en looping in beurzen vragen. Nu hebben we natuurlijk de punten nog van uw CDC hiervoor dan op het haakoog. Die gaan we dus naar achteren brengen. En dan gaan we het kopje maken. Je komt dan met uw binddraad stilletjes aan naar achteren toe. Dat er dus voor gaat zorgen ook. Kijk dat uw punten dus mooi naar achter komen. Gaan we dan doen, dan gaan we nog wipfinishen. Dus ik heb de gewoonte van mijn lijm al op de draad aan te brengen. Dan nemen we de wipfinish. Twee, drie. Ik leg er altijd twee. Het voordeel ook als je je lijm aan je draad doet, is dat je achteraf je oog niet hoeft vrij te maken. Die fibers die hier hangen, die laat ik dus ook gewoon hangen. Waarom? Dat gaat dus ook op het water liggen en dat geeft dus nog een extra dimensie aan die vlieg. Zodanig dat er nog meer beweging in die vlieg zit. Je kunt hier en daar een beetje bijcoiffeuren als je wilt. Dus als er hier vooraan een paar van die lange fibertjes zitten, die kun je er wel eventueel afdoen. Maar dan is uw vlieg klaar. En dan kan ik maar één ding zeggen. Dat is veel bindgenoot en nog veel meer visplezier.